In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit reeks 8 op te lossen en in te dienen. Er wordt opnieuw gewerkt met het ISBN-13-systeem. De berekening gebeurt op dezelfde manier als in reeks 7. We kunnen dus de oplossing uit reeks 7, namelijk de functie isISBN13, hier opnieuw gebruiken. Een ISBN-13-code is tegelijkertijd ook een EAN-13-code. Enkel EAN-13-codes die starten met 978 en 979 zijn gereserveerd voor ISBN-13-codes. Dit betekent dus dat een ISBN-13-code enkel geldig is als ze begint met 978 of 979. Het vierde cijfer identificeert het land waar het boek gepubliceerd is. Landen met dezelfde taal worden hierin gegroepeerd en je vindt hier een overzicht van deze groepen. Er wordt ons nu gevraagd een functieoverzicht te schrijven, waaraan een lijst van strings moet doorgegeven worden. Deze strings stellen ISBN-13-codes voor. De functie moet een overzicht uitschrijven die de verdeling weergeeft van de lijst van ISBN-13-codes over de verschillende registratiegroepen. Ongeldige ISBN-13-codes moeten in het overzicht opgenomen worden onder de categorie fouten. En groepen waarvoor geen ISBN-13-codes in de lijst voorkomen, moeten ook in het overzicht opgenomen worden met 0 voorkomens. Voor het oplossen van deze oefening zullen we gebruik maken van dictionaries voor het bijhouden van de frequenties. We gaan over naar PyCharm. Aangezien we in deze opgave eveneens moeten bepalen of ingegeven strings wel degelijk overeenkomen met ISBN-13-codes, maken we opnieuw gebruik van de functie isISBN13 uit reeks 7. In deze oplossing werden al een aantal tests uitgevoerd. We hebben namelijk gecontroleerd of de meegegeven code een string is, met lengte 13, en of alle karakters numeriek zijn. We moeten hier nu echter ook testen of de ingegeven code start met de waarden 978 of 979. We voegen deze extra test toe. Als de eerste drie karakters van de code niet overeenkomen met de waarden 978 of 979, dan is de ingegeven code geen correcte ISBN-13-code en geeft de functie false terug. Start de meegegeven code wel degelijk met deze waarden, dan berekenen we uiteindelijk het controlecijfer met de opgegeven formule en controleren of dit overeenkomt met het laatste karakter. Het resultaat hiervan wordt teruggegeven door de functie isISBN13. In deze opgave wordt ons gevraagd een functieoverzicht te schrijven waaraan een lijst van strings moet doorgegeven worden. We zullen in een frequentietabel bijhouden hoeveel maal elke landcode voorkomt in de lijst en maken daarbij gebruik van een dictionary. We maken eerst de functieoverzicht aan. In het eerste deel van de functieoverzicht zullen we de dictionary aanmaken en initialiseren. In het tweede deel bouwen we het histogram van de groepen op en in het laatste deel schrijven we de samenvattingen uit. We delen het probleem dus op in drie stukken en geven dit aan in de commentaar. We maken eerst de lege dictionary aan. Deze dictionary zal 11 elementen bevatten met telkens de groepscode als sleutel en het aantal voorkomens hiervan in de lijst als corresponderende waarde. Elke groep heeft bij aanvang 0 voorkomens en dat geven we op deze manier aan. In het tweede deel overlopen we alle codes uit de lijst en we bekijken telkens of deze al dan niet correspondeert met een geldige ISBN-13-code. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de functie isISBN13. Komt de ingegeven code niet overeen met een geldig ISBN-code, dan verhogen we de waarde in de groep met als sleutel 10 met 1. Dit is de groep voor de foutieve codes. Stemt de code wel overeen met een geldige ISBN-13-code, dan extraheren we de landcode, het vierde karakter in de code, dus op positie 3, zetten dit om naar een geheel getal en verhogen de frequentie van deze groep met 1. Na het overlopen van alle codes in de lijst bevat de dictionary de gevraagde aantallen. Nu rest ons nog enkel de samenvatting uit te schrijven.
De resultaten moeten in de opgegeven volgorde uitgeschreven worden. Voor de Engelstalige landen maken we de som van de groepen 0 en 1. Daarna volgens de volgende Franstalige, de Duitsstalige, Japan, de Russischstalige en China. En daarna ook de overige landen, met als codes 6, 8 en 9. Als laatste schrijven we het aantal foutieve ISBN-codes uit die we in groep 10 geteld hebben. We voegen de doctests toe uit Dodona en voeren het geheel uit. We krijgen geen foutmeldingen in PyCharm en dienen onze oplossing dan ook in Dodona. Ook hier krijgen we een correct resultaat. In deze video hebben we bekeken hoe we de ISBN-oefening uit reeks 8 konden uitwerken. We hebben gebruik gemaakt van een dictionary voor het bijhouden van een frequentietabel. In deze tabel geeft de sleutel de landcode aan en de corresponderende waarde geeft het aantal voorkomens van deze landcode weer.